Dit programma is mede mogelijk gemaakt door ZLM Verzekeringen. Dit is Os en de Noordoost-Brabantse industriestad begroet een Nederlander als eerste leider van de Ster ZLM Tour. Jos van Emden, winnaar van de proloog, fietst in het geel een rondje rond Os vandaag. En hoopt eenmaal terug in de stad nog altijd die trui te dragen. Hij hoopt op de rit zegen, André Greipel. Maar de Duitser is niet alleen. Zo ongeveer het voltallige sprintersgilde rijdt de Ster ZLM Tour. Natuurlijk niet zonder reden. Yeah, it's the perfect conditions for a sprint stage. I'm looking forward now to it. Yesterday the prologue was good, and for me it's now the restart after a long training period. So of course the goal is to sprint, and we will work towards it. But I will also see how my legs feel, how I feel, but it should be all right. De mondiale top komt hier 5 dagen fine-tunen. De regionale top is er ook. Weet ook de plaatselijke basisschool. Ze koersen en dat doen coureurs niet vaak over het eigen asfalt. En dat leidt tot deze taferelen. Tim, komen we door je voortuin vandaag? Nou, meer door mijn achtertuin eigenlijk. Ja, het trainingsgebied, hè. Maar Kessel achter over de dijk heen kom ik vaak. Vrijdagochtend, een vaste rondje. Dus ik denk ook wel weten wanneer dat smal wordt. En misschien is dat wel een voordeel voor in de vroege vlucht te zitten. 186 kilometer rondom Os, een tocht over dijkjes en smalle paden. En dan moet het gek lopen, wil het bij het thuishonk niet op een massasprint uitdraaien. 4 koplopers deze donderdag, de voertaal is Nederlands. Twan van der Brand, Jasper Hamelink, Marijn Korevaar en Team Roompot had beloofd daarbij te zitten vandaag. Met de oranje helm is het Wesley Kreder. André Greipel vindt het best. Vorig jaar de winnaar van de Ster ZLM Tour. Dit jaar wederom een paar keer gewonnen in de Giro. En in deze koers moet de vorm dan aangescherpt worden voor de Tour. Veel traditioneler krijg je het niet. Het gat wordt nooit meer dan 4 minuten door het werk van Lotto Jumbo. En wanneer je de camera ook aan kop van het peloton zette, altijd sleurde Maarten Tjalingi op kop. Bezig aan zijn laatste dagen als wielrenner. Niets lijkt die massasput in de weg te zitten. Wesley Kreder hoort dat de voorsprong maar 3,5 minuut is. En moet dan toch ook denken dat dit werk vooral voor de tv-minuten is. Een Hollands landschap in optima forma. De Maas nooit ver weg, de lucht dreigend. Het landvlak en Jos van Emden veilig in de buik van het peloton. Heeft maar een paar tellen voorsprong. 9 bijvoorbeeld op Marcel Kittel die met een overwinning en de bijbehorende bonificatie de leiding kan pakken. Maar dan, het wegdek is nat, regen. Dat kan het hele plan van de sprintersploegen nog doorkruisen. Een zware finale. Kijk maar, wordt het voorspelbare dan toch nog onvoorspelbaar? Voorin denken ze, nou gewoon rijden voor wat we waard zijn. Wie weet houd je dan een paar tellen over. Jasper Hamelink gelost. Twan van der Brand uit Volkel, de veldrijder, is er wel bij. Rijdt een sterke rit, laat zich zien. Blijft in het tricot van Joop Piels knap overeind in dit veld. De peloton is op jacht met Lotto Jumbo voor Groenewegen, Etix voor Marcel Kittel en Lotto Soudal voor Greipel. Zelfs de mathematisch meest begaafde calculeerde niet helemaal goed vandaag. De 3 vooraan blijven vooraan. Terug in Os is Wesley Kreder, de man die de sprint aangaat. Zijn team Roompot kent toch een heerlijk jaar. Werd ook in Zwitserland gewonnen vandaag. En ook hier, Twan van der Brand komt nog dichtbij hoor, maar Kreder is de snelste. Kreder! Verrassend, geen massasprint, maar Wesley Kreder die wint in Os. Kittel wordt nog 4e, de peloton was een paar tellen te laat. Jos van Emden behoudt de leiding en Roompot viert feest. Normaal, het werd normaal gewoon een massasprint, dat weet je met zoveel topsprinters. Alleen op een gegeven moment in de finale begon het wat te regenen en het bleef een beetje hangen, zo rond de 2 minuten. En toen zeiden we tegen elkaar, ja, nu moeten we alles en toen zijn we gewoon volgegaan. Toen dacht ik van, ja, hoe ga ik dit oplossen? Ja, ik ben gewoon op 250, 300 meter van de streep ben ik aangegaan en ja, dat was genoeg. Twan, wat was je dichtbij, jongen? Ja, ik was echt heel dichtbij. En ik had ook echt graag gewonnen hier. Maar het tweede is ook heel mooi. Jos van Emden behoudt dus de leiding en fietst ook in Limburg in het geel. Met uitzicht op meer. Maar morgen wordt vaak genoeg ook een sprint. Dus ja, dan zullen we het zien. Morgen een nieuwe kans voor de sprinters in Limburg. Tot dan.